In deze aflevering van de Indigo Disc DLC leert Corydon vliegen en nemen het op tegen de Steel-type Pokémon van Amaris. Dit is misschien wel de allermoeilijkste Pokémon battle tot nu toe op mijn kanaal. Dus ga er lekker voor zitten en geniet. Dit is het team wat ik wil gaan laten battelen tegen de Steel-type Pokémon Elite Four member. We hebben Ground-type moves nodig, we hebben Fire-type moves nodig en we hebben Fighting-type moves nodig. Oftewel, Shiny Lucario, de MVP van de vorige keer, moet er gewoon weer bij zijn. Shiny Donphan hebben we ook natuurlijk weer meegenomen. Chandelure voor de Fire-type moves. Poliwrath voor de Fighting-type moves. Ja, jullie denken waarschijnlijk, wat doet hij daar? Denk ik ook een beetje, maar we gaan het zien. En ja, daar is hij weer. Dragonite. Ik wil namelijk Dragonite en Donphan laten beginnen. Dan kan Donphan Earthquake gaan doen. En die raakt Dragonite niet, omdat het een Flying-type Pokémon is. Dus die kan doen bijvoorbeeld Fire Punch doen. En mocht ze nou nog wat verrassingen hebben, dan heb ik ook nog Dragon-type moves bij me. Dark-type moves, Rock moves, zelfs een Ice move, Ghost-type moves en een Water move. Dus ik denk dat ik wel aardig voorbereid ben. Let's go, de derde! In de Canyon Plaza. En dit is Amaris. We moeten weer 50 BP-pepertjes betalen. En daar komt Amaris! Hallo mevrouw. Ze zegt Rikachu, ja? Dat klopt. Zoals je kan zien ben ik present voor jouw trial. We moeten ergens anders naartoe. Kom. Oh, ze is super zakelijk. Het is niet heel erg gezellig met haar volgens mij. Ze is gewoon een no-nonsense Elite Four member. De beslissing om jou toe te laten om het op te nemen tegen de League, dat was een beetje vreemd. Had ik niet verwacht. Ik was er tegen zoals je weet. Maar de academie die heeft het toegestaan. En ja, nou ja, dan ga ik daarin mee. Ik zal mijn taak blijven doen als Elite Four member. En hier begint de trial. De Flying Time trial. We moeten door de lucht vliegen, terwijl we op de rug van een Pokémon zitten. Oh, dat is vet. Als je door de Magnemite rings vliegt, dan krijg je extra tijd. Oké. Nou, dat vind ik wel leuk. Ik wil wel een stukje vliegen. Daar heb ik wel zin in. Als jullie daar ook zin in hebben en zin in hebben in deze video, doe een duimpje omhoog en abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Wist je dat ik precies kan zien wie er wel en niet geabonneerd zijn? Ik zeg het alleen maar, hè. Oké, anyway. Let's go, Corydon. Hoppakee. Zo, hij krijgt een lekker happy, hoor. Wow, yo. Oké, dat deed iets met hem. Corydon heeft nu superveel kracht. Hij heeft net een supplement gekregen, waardoor hij beter kan vliegen. Oké. Dus we kunnen nu ook gewoon naar boven vliegen in plaats van alleen naar beneden zweven. Oké, dat is de route die we moeten gaan afleggen. Ah, vet. Let's go. Daar gaan we. 3, 2, 1, let's go. We moeten het eigenlijk in 30 seconden doen. Maar, we moeten gewoon... we moeten de secondes erbij sprokkelen. Ja, dit lukt wel. Dat lukt wel. Vanaf hier dan gewoon naar beneden. Ja, lekker. Kijk, hoppakee. Zitten we alweer boven de 30 seconden. Oké. Er staat steeds oké. Super droog. Oh, dit was het al. Is dit het doel? Ja, joh. Hoppa, we zijn er al. Nou, dat was niet heel moeilijk, hoor. Maar ik wil gewoon voor altijd vliegen. Ik vind het vet. Doe, je hebt dit nu in de game gestopt. Laat het lekker in de game. Nou, dat was niet een hele moeilijke trial, hoor. Gefeliciteerd, je hebt het gefixt. Nu moeten we weer naar een andere locatie. Kom op. Oh. We gaan battelen. Het is zover. Wil je beginnen? Ja, let's go. We gaan beginnen. Oh, zij is zo zakelijk. Kijk ook hoe ze loopt, hoe ze staat. Alles aan haar is zakelijk. Posities ingenomen. Er is één ding wat ik je wilde vragen. Oh, en dan gaat de serieuze zonnebril op. Het gaat over Kieran. Wat betekent hij voor jou, Rikachu? Ja, hij is mijn maat. Alleen hij is denk ik nog steeds een beetje boos op mij dat ik Ogerpon mocht vangen. Amaris die zegt, dus je beschouwt hem als een vriend. Ik begrijp het. Voor mij is Kieran de jongere broer van mijn beste vriendin, Carmine. Er is iets veranderd aan hem. Hij is niet zichzelf. Ik maak me zorgen. Als het kan, dan wil ik degene zijn die hem helpt. En daarom kan ik niet verliezen. Oké, dus dat is de reden. Je maakt je gewoon zorgen. Oké, let's go! Amaris, met welke Pokémon begin je? Dat is spannend. Met... Oké. Ik had Fire-type moves moeten hebben nu. Skarmory, die kan natuurlijk tegen Ground-type moves, want die is ook Flying. En Dugtrio is ook wel vervelend. Wat gaan we doen? Ik denk dat Skarmory echt super snel is. Die gaat voor Stone Edge op Dragonite. Dan is Dragonite dus gewoon alweer bijna klaar. Die kan één Fire Punch geven aan Skarmory, maar dat schiet allemaal niet zo op. Nee! Mijn tactiek werkt al niet. Oké, ze heeft ook nog een Rocky Helmet op. Die Skarmory. Dat is heel vervelend. Ja, dit is heel naar. Skarmory gaat voor Wervelwind. Oh, die blaast even mijn...
mijn Donphan weg. Ja, dan mag Chandler er op zich wel uit. Dat zou ik wel chill vinden, dat Chandler nu komt. Het is Como. Oké, daar heb ik ook nog niet zo gek veel aan. Oké, ik ga nu voor Dugtrio. Mijn Dragonite is weg. Ik sta 1-0 achter. Dit gaat niet goed. Ik had met Fire-type Pokémon moeten beginnen. Dat had veel beter geweest. Brick Break op Dugtrio. Oh, die heeft zeker ook weer Sturdy. Ja hoor. Oh, een Focus Sash. Dat kan ook. Oké, wat gaat Skarmory doen? Die gaat voor Body Press. Dat is op zich verrassend. Ik ga denk ik nu Poliwrath er maar bij zetten. Dugtrio gaat voor Earthquake. Ja. Ik haat die snelle Pokémon. Oh, ik mis mijn Dynamic Punch ook nog. Dat gaat helemaal fout. Skarmory gaat nu voor Stealth Rock. Nou, de Dugtrio die is in ieder geval weg nu. Maar ja, jeetje man. Dat heeft wel een hoop moeite gekost dit. Ik ben hier niet helemaal tevreden over. Dan nu een Reuniclus. Ik wil even dat die Skarmory weggaat. Ja, het is tijd voor Chandler. Komen, oh, die moet even terugkomen. En dan wil ik eigenlijk dat Poliwrath Skarmory eventjes de ring uitgooit met zijn Circle Throw. Oh mijn god, word ik zelfs daardoor gesloopt? Niet eens door een super effective move? Nou ja, het gaat helemaal fout, jongens. En Amaris klaagt dat ze geen geluk heeft, dat ze pech heeft. Wat nou pech? Je hebt tot nu toe alle geluk. En niet zo gek doen. Als één iemand pech hebt, dan ben ik het wel. Oké, we gaan voor Metagross. En tegelijkertijd voor Reuniclus. Oh! Ze zeggen, we hebben niet zoveel tijd. Laten we klaar zijn met deze battle. Oh, je gaat gewoon terrestrializen. Ook dat nog. Je gaat je Metagross terrestrializen. Ik dacht echt dat ik een goede setup had. Poliwrath Earth Power. Die is wel super effective. Maar die Metagross die staat er nog wel even. Knock-off voor Reuniclus. Die leeft ook nog wel even. Maar zijn leftovers die zijn weg. Metagross gaat voor Ice Punch. Dat doet Donphan heel veel pijn. Reuniclus gaat voor Trick Room. Okay, ik ben dus wel sneller. Met allebei mijn Pokémon. Dat is goed om te weten. Dan wil ik eigenlijk gewoon proberen om die Metagross te slopen. Nee. Gaat niet lukken, man. Maar Donphan die wordt eerst genakt door die Reuniclus. Oh, wat een vervelend team heeft zij. Nu is Metagross ook sneller met Zenhedbut. En die raakt natuurlijk ook nog. En die is ook super effective. Ik heb een andere setup nodig. Ja hoor. Daar gaat Komo. Hoe is die tegenstander zo snel? Oké, Komo, daar hebben we niet zoveel aan. Misschien dat Ninetales dan maar gewoon goed is of zo. En Dragonite gaat ook niet werken. Zo, toch wel even wat items gefixt. Bijvoorbeeld die Carcol. Die gaan we geven aan een Pokémon. Die gaan we geven aan Chandler. Dat is een Charcoal. Ik zeg altijd Carcol. Klopt geen boer van. Hiermee boosten we Ground Moves. Dus die gaan we geven, denk ik, aan Donphan. De Muscle Band, die gaan we ook geven. Die geven we aan Poliwrath. Deze, de Wise Glasses, gaan we geven aan Lucario. En dan hebben we nog Metronome. Die geef ik aan Ninetales. Het vervelende is dat niemand sneller is dan de enemy Dugtrio. Eigenlijk zou ik dus ook moeten beginnen met Flying-type Pokémon. Zodat Dugtrio geen Earthquake kan doen. Maar ja, dit is de next best, denk ik dan maar. En hopen dat we dit maar eens overleven, allebei. Donphan overleeft het sowieso. Oké, Poliwrath overleeft het ook. Dit is wel nice. Dit is een aardig begin. Nou, hopelijk raken we ook die Dugtrio gewoon met de move van Donphan. Skarmory gaat voor Stealth Rock. Dat betekent dat alle Pokémon die in mijn team komen of op het veld komen een probleem hebben. Nou, Stomping Tantrum. Dugtrio is weg. Dat is één. Donphan en Poliwrath zijn allebei wel wat langzamer doorgeworden door de ability van Dugtrio. Dan hebben we nu te maken met Reuniclus. Daar heb ik een super effective move op. En ik ga een Circle Throw doen op Skarmory, want ik wil dat Skarmory gewoon even eruit gaat. Ik hoop dat ik het overleef. Nee, Poliwrath overleeft dit niet. Dat is zo vervelend. Oh, en Donphan wordt er ook gewoon even uitgeblazen door de Whirlwind van Skarmory. Tuurlijk. Tuurlijk, doe het maar. Dan wordt Chandler er nu in gegooid. Ja, die zou die Skarmory wel eens kunnen nakken. Maar ja, ben benieuwd hoe dit gaat. Oké, Chandler, sneller. Ging dit nou? Ja, dit ging. Oké, dit ging. Reuniclus is ook weg. Dan mag Ninetales nu een flamethrower gaan doen. Hopelijk. Op Skarmory. Die is ook nog niet helemaal kapot. Skarmory gaat weer voor Whirlwind. Die denkt, ja doei, die Fire-type Pokémon die moet ik allemaal niet hebben. En wie komt er dan wel voor in de plaats nu? Het is Lucario. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. We hebben nu Empoleon, waardoor ik toch weer moet focussen op Empoleon en niet op Skarmory. Het is zo irritant allemaal. Of zouden we ze allebei kunnen slopen? Zou ik een risicootje kunnen nemen? Ik denk niet dat Empoleon al kapot gaat. Door alleen deze aura-sfeer. Nee, oké. Dan is Chandler na deze beurt denk ik ook weg. Maar Skarmory is ook weg. Dus eindelijk zijn we nu verlost van die eerste twee. Van die Dugtrio en die Skarmory. En Poliwrath, die gaat voor Hydro Pump. En het raakt ook nog. Dus het is nu denk ik tijd om Dugtrio in te gaan zetten. Ik heb nu volgens mij mijn twee snelste Pokémon hier staan. Zij gaan voor Scissor. We gaan voor Earth Power op Empoleon. Oké, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb Earth Power gedaan op Empoleon. Ja, die overleeft dat dus blijkbaar. Dan gaan we nu voor Aura Sphere op Empoleon. Zodat Empoleon in ieder geval niks meer kan doen. Dan is alleen Scissor
Scissor nog daar. Ik heb allebei mijn aanvallen dus op Empoleon gezet. Wat gaat Scissor doen? Die gaat voor Trailblaze. Ductio overleeft het nog wel. Dat valt me mee hoor. Dat had ik niet gedacht. Je gaat lekker een citrusberrytje eten. En nog altijd staat Lucario er ook nog. Dan hebben we hier de Metagross. Die gaat Terrestrialize. Dit zijn de laatste twee Pokémon van er. En ik denk dat we gewoon moeten blijven aanvallen. Ik ga gewoon allebei Metagross aanvallen. Ik heb nog wat backup Pokémon. Spannend hoor. Spannend dit. We zijn er bijna. Misschien had ik ook al moeten Terrestrialize. Daar gaat Metagross. Scissor. Oeh. Scissor is opeens heel snel met Bullet Punch. Not very effective, maar die sloopt wel gewoon mijn Ductrio met een not very effective move. Ja, daar baal ik wel goed van. Die aanval van mijn Ductrio, die had ik heel goed kunnen gebruiken. Lucario is wel sneller met Aura Sphere. Oeh, dat gaat hard bij Metagross. Metagross gaat voor Brick Break en dan is Lucario weg. Oké, wat gaan we doen? Het is namelijk nu 2 tegen 2. Ik weet dat Lucario sowieso sneller is. Dus die zou ik een Max Revive kunnen gaan geven. Misschien is dat een plan. En dan hopen dat Donphanit in ieder geval een beetje overleeft allemaal. Die is natuurlijk wel vrij sterk. Die heeft goede defense. Dat heeft Ninetales niet. Een Max Revive voor Lucario. En een Max Revive denk ik ook maar voor... Ja, dan moet ik wel de goede keus maken nu. Laten we voor Poliwrath gaan. Ik denk dat dat mijn twee sterkste zijn. En dan ben ik benieuwd wat er deze beurt gaat gebeuren. Metagross gaat voor Zen Headbutt op Ninetales. Ja, en die gaat gewoon down. Wat gebeurt er met Donphan? Die krijgt een Aerial Ace op zijn pakken. Dus dat is ook niet heel chill. Oh, die overleeft dat prima. Dan ga ik nu Lucario erin gooien. En die focust zich dan nog steeds... op de Metagross. Let's go. Oké, jongens. Dit moet hem zijn. Ja! Metagross is down. Nu heb ik 3 Pokémon over. Oh, wat een zware battle was dit. Deze was zo lastig. Dit is de moeilijkste battle tot nu toe. Ja, ik moet nog niet juichen, want ze zijn er natuurlijk nog niet, hè. Stomping Tantrum. Op Scissor. Overleeft hij. Scissor gaat voor Trailblaze. Op Donphan. Die is super effective. Dat betekent dat Poliwrath en Lucario hem in de volgende ronde moeten slopen. En misschien dat ik toch voor een andere moet gaan. Want Poliwrath, die heeft geen super effective moves. Misschien moeten we voor de zekerheid nog een Max Revive gooien. Ik heb hem op Donphan gegooid. Ik weet niet of dat slim was. Maar ik heb het meeste vertrouwen in mijn Donphan. Aura Sphere. Op Scissor. Overleeft hij nog? Aerial Ace. Overleef ik ook. Het is klaar. Het is klaar. We hebben hem te pakken. Het is over en sluiten voor Scissor. En het is over en sluiten voor deze moeilijke Elite Four member. Ik had liever geen Max Revives gebruikt. Anders had het echt niet gelukt. Vooral het begin was moeilijk. Tegen de Ductrio en de Skarmory. Dat was echt ellendig. Het samenstellen van een goed team is zo belangrijk schijnbaar. En zelfs daarmee is het nog niet gezegd dat het gaat lukken. Want deze Elite Four members zijn geen kattenpis. Dit is het moeilijkste deel Pokémon wat ik in hele lange tijd heb gespeeld. Amaris zegt in ieder geval... Jouw verlangen om Kieran te helpen is groter dan die van mij. Ja man, natuurlijk wil ik Kieran helpen. Hij is mijn mattie. Amaris vindt het maar frustrerend. Oké, dan. Tijd voor een foto. We moeten er zeker van zijn dat jouw winst gevierd wordt en vastgelegd wordt. Ze lacht nog steeds niet heel erg, maar ze heeft wel wat liefde. Laat ze zien met haar handen. En we krijgen nog een TM. Welke is het dan? Hard Press. Die heb je echt amper gebruikt. Wat is dat? De target wordt gecrushed door een arm, een klauw of whatever. Hoe meer HP de tegenstander heeft, hoe krachtiger de move is. Jeetje. Dan kan je dus elke tegenstander gewoon lekker laag mee krijgen. Oké. Het is tijd om te gaan voor Amaris. Vaarwel, zegt ze. En daar is Drayton weer. Kampioen. Aanstaande kampioen, zegt hij. Nu heb je 3 Elite Four members genakt. Dat... laat me wel een beetje zweten. Amaris, die was wel goed, hè? Het is sick om haar en Carmine te zien praten. Het is, ze klikken op een bepaalde manier. Het is best wel leuk om naar te kijken. Het ding met Amaris is... ze heeft ook een hele gevoelige kant. Dat moeten we niet vergeten. Je zou het aan de buitenkant niet zeggen, maar het is wel zo. Maar genoeg. De 4e Elite Four member zal tegen mij zijn. Tegen zijn draken-Pokémon. Oh, welke Pokémon moet ik gebruiken tegen Drayton? Fairy-type-Pokémon, Ice-type-Pokémon. Ik denk dat we die nodig hebben. Laat het weten in de comments... welke Pokémon we tegen Drayton moeten gaan inzetten. Alsof het nog niet moeilijk genoeg was tegen Steel-type Pokémon... moeten we straks tegen Dragon-type Pokémon. Maar dit is het team wat heeft gewonnen van Amaris. Jeetje, toch wel. Oef. Knal een duimpje omhoog voor dit super heftige gevecht. Doe maar even snel abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou hopelijk bij de volgende video. Mazzel!